naam van Allah subhanahu wa ta'ala is de meest barmhartige, Ar-Rahman. En als je weet dat een van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala de meest barmhartige is, dan ga je ook op zoek naar tekenen van die barmhartigheid. Dan ga je op zoek in het leven naar zaken die voortvloeien uit de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, want Hij is de meest barmhartige. En dan sta je er ook niet verbaasd van op te kijken als je in de Koran leest: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. En we hebben jou, O Mohammed, slechts als een barmhartigheid gezonden. Dat past in dat rijtje. Je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala de meest barmhartige is. Hoe kan het dan ook anders dan dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die door Allah subhanahu wa ta'ala is gestuurd, ook een barmhartigheid op zich. Dus het komen, of de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam op zich, is al een barmhartigheid. Deze mensen in onze omgeving hebben onze barmhartigheid nodig. Wij moeten ook het goede voor hun willen. Hoeveel mensen zijn moslims geworden door ons? Hoeveel mensen zijn geleid geworden door ons in dit land? Wat we allemaal moeten weten, dat Allah ook voor ons verantwoordelijk stelt tegenover deze mensen. Want wij waren met hun, we hebben met hun geleefd. Hoeveel mensen zijn moslims geworden door ons gedrag? Deze vraag moeten we serieus nemen en aan het werk gaan, want het is een groot verantwoordelijk. Wat deed de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hij hief zijn handen op en zei: Allahumma ummati ummati. O Allah, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. En hij ging vervolgens huilen, sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens stuurde Allah subhanahu wa ta'ala Jibril. En hij zei: ja Jibril, idhab ila Muhammad, fas'alhu ma yubki. Allah had de engel Jibril alayhi salam opdracht gegeven om naar wie te gaan, om naar de profeet te gaan. En Allah is daarvan op de hoogte wat hem aan het huilen wilde. En hij zei: vraag hem wat hem heeft doen huilen. Vervolgens ging Jibril alayhi salam naar de profeet. En hij zei: wat heeft jou doen huilen? En hij vertelde hem wat de oorzaak daarvan was. Vervolgens ging Jibril alayhi salam naar Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zei vervolgens: van ga naar hem toe. En zegt tegen hem: inna sanurdika fi ummatika wa la nasuk. Ga naar jou, ga naar de profeet. En zeg tegen hem: wij zullen jou waarlijk tevreden over jouw gemeenschap laten zijn. En wij zullen jou niet, wa la nasuk. Wij zullen jou, zeg maar, niet ontevreden over hen laten zijn. En kijk, de barmhartigheid van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beste broeders en zusters, welkom in deze jongeravond van vandaag. Onze broeder Abdul Ilah heeft het eerste gedeelte op zich genomen en heeft met duidelijke woorden duidelijk gemaakt hoe barmhartig onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam was tegenover de mens. En in het specifiek tegenover de kinderen. En het zeggen van deze verhalen moet voor ons een aanleiding zijn om zijn gedrag over te nemen als we gaan handelen met onze kinderen, maar ook met de kinderen van andere mensen. Deze verhalen moeten een soort leidraad voor ons worden in omgaan met de kinderen. En weet, beste broeder en beste zuster, wanneer wij zo'n gedrag overnemen, zoals onze profeet Slaasem dat had, dat het heel veel impact zal hebben in de opvoeding van onze eigen kinderen en opvoeding van andere kinderen. Voor ieder die werkt met kinderen of met zijn eigen kinderen bezig is. Dus het is zeer belangrijk dat het niet blijft bij het stukje verhaal wat wij hebben gehoord, maar dat we hetgene wat wij hebben gehoord in het verhaal, dat we het gaan vertalen naar omgangsvorm als het gaat om ons omgaan met onze broertjes, onze kinderen en andere kinderen van andere mensen. Mijn gedeelte zal ook gaan over de barmhartigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zat ook al goed over na te denken. Het is heel veel om vanuit de biografie van onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam alles te vertellen over de barmhartigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En daarom ga ik me ook beperken tot enkel verhalen. En ik heb ze gekozen
op basis van de omgeving waar we wonen. Ik wil aan iedereen duidelijk maken, niet ter verdediging, nee, ter bevestiging van dat is het gedrag waarmee ons profeet naar de mensheid is gestuurd. Dat is echt zijn gedrag. En dat is ook het gedrag die iedere moslim moet vertonen tegenover de rest van de mensen. Ik zal de barmhartigheid van de profeet Lassim duidelijk maken, beginnend met het verhaal. Toen onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam samen met Zayd ibn Haritha onderweg naar Taif was. Onze profeet sallallahu alaihi wasallam heeft zijn beste gedaan om de islam te verkondigen in Mekka. Hij heeft allerlei middelen gedaan om ervoor te zorgen dat mensen de weg van Allah volgen, de weg die leidt tot het paradijs betreden, tot de tevredenheid van Allah. Het was niet gelukt, het was moeilijk. Hij werd belemmerd. Hij werd uitgescholden, hij werd beschuldigd met allerlei zaken. Dat heeft niet ertoe geleid dat de profeet sallallahu alaihi wasallam dacht, nee, ik wil gewoon hier niet mee verder. Hij ging grenzen. Verder gaan naar andere plekken om te kijken naar andere mogelijkheden om de da'wa en de islam te verkondigen aan de mensen. Moeite gedaan, hij heeft zoveel moeite gedaan om naar Taif te gaan, lopend van Mekka naar Taif, samen met Zayd ibn Haritha. Eenmaal aangekomen in Taif heeft hij gesproken met drie mensen van Taif, drie leiders van de Taif. Alle drie hebben hem eigenlijk belachelijk gemaakt met hun woorden. Eentje van hen zei, heeft Allah niemand kunnen vinden die hij naar de mensen kan sturen dan jou. Dat is een van die woorden. En ze hebben het niet daarbij gelaten. Ze hebben de kinderen en de dwazen gevraagd om de profeet sallallahu alaihi wasallam te bekogelen met stenen. Dat hebben die kinderen en die dwazen gedaan. Je zou je afvragen, iemand die op zo'n manier wordt behandeld door mensen die hem niet eens kennen, wat voor reactie zal hij dan hebben? Onderweg terug naar Mekka, verdrietig dat hij het goede aan de mensen wil vertellen, dat hij de mensen naar goedheid wil leiden, dat hij hun redding, hij wilde de aanleiding zijn dat ze gered worden van het betreden van de hel en hij wil dat ze naar het paradijs gaan en dat krijgt hij terug. Hoe zou hij dan reageren daarentegenover? Onderweg heeft Allah subhanahu wa ta'ala de engel die de opdracht heeft om de bergen te runnen en ervoor te zorgen dat hetgeen wat Allah wil, dat het gaat gebeuren als het gaat om de bergen. Hij zei tegen hem, als je wil, o Mohammed, dan zijn deze twee bergen daar waar Taif tussen ligt. Als je wil dat ze tegenover elkaar dicht worden gesloopt, dat alle mensen van Taif doodgaan nadat ze jou zo hebben behandeld, dan gaat dat nu gebeuren. De hadith is sahih overgeleverd door Aisha radiallahu anha. Want zij vroeg hem, wat is het meest moeilijke tijd wat je hebt meegemaakt en wat verdriet bij jou heeft geleverd dan wat er had plaatsgevonden in Ghazwat Uhud. En hij ging haar het verhaal van Taif vertellen. Hadith is te vinden in het boek van Imam al-Bukhari. Dus Allah stuurt de engel die verantwoordelijk is, die taken heeft om de bergen te runnen of als er iets gaat gebeuren met betrekking tot de bergen. Hij kwam naar de boodschapper van Allah en hij zei tegen hem, Allah zegt tegen je, als je me de opdracht geeft om deze twee bergen dicht te sluiten op deze mensen, dat ze allemaal doodgaan, dan ga ik het niet doen. De barmhartigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam wordt zometeen geuit in die mooie woorden. Hij zei, nee, ik hoop dat Allah uit hun aslam, uit hun rugribben, iemand eruit haalt die getuigt dat Allah één is en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Hij kon ook wraak nemen. Hij kon iets anders zeggen. Maar daar is hij niet voor gekomen.
Hij is, sallallahu alayhi wa sallam, een barmhartigheid voor de werelden. En alles behalve Allah is een wereld. Kullu ma siwa Allah alam, zeggen de geleerden. En zelfs deze mensen die zo met hem omgingen, die kleinkinderen en dwaas hebben gevraagd om hem te bekogelen met stenen, wat was dan de reactie van onze geliefde profeet? Bel arjullah en yukhrija min aslabihim men yaqulu la ilaha illallah. Nee, ik hoop dat Allah uit deze mensen die mij zo hebben behandeld, die mij zo slecht hebben behandeld, dat er uit hun mensen eruit zullen komen die gaan getuigen dat Allah één is en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Dat komt natuurlijk uit zijn barmhartigheid. Het kan niet anders zijn dan barmhartigheid. Want als het iets anders was, dan was het ook uitgedrukt in woorden zoals die barmhartigheid duidelijk uitgedrukt was in die mooie woorden. Want onze profeet is niet gekomen om mensen te vernietigen of mensen te doden, maar om mensen te redden van het hele vuur naar het paradijs. Dat is de boodschap waarmee de profeet Mohammed s.a.w. is gekomen. En dat is duidelijk geweest in verschillende verhalen. Een van die mooie verhalen, waar duidelijk was hoe barmhartig ons profeet was, het verhaal van Abu Talib, zijn oom. Abu Talib, die heeft de profeet gesteund aan het begin van de islam. Heeft hem opgevoed, heeft hem geholpen, heeft van alles gedaan. Maar heeft nooit kunnen getuigen dat Allah één is. En dat Mohammed de boodschapper van Allah is. En dat doet wel iets met iemand die het goede gunt voor iedereen. Want de barmhartigheid is dat je het goede gunt aan iedereen. Maakt niet uit wie ze zijn. Je wilt dat het goed gaat met iedereen. Dat je het goede gunt aan iedereen is barmhartigheid. Abu Talib was op zijn sterfbed. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam komt binnen. En naast Abu Talib stond Abu Jahl en Umayya bin Khalaf. Twee grote polytheïsten. En dan zegt de barmhartige, onze profeet sallallahu alayhi wa sallam, tegen zijn oom: Ya am, qul la ilaha illallah, kalima, ashhadu laka bi indallah. Zeg, één woord wil ik van jou. Zeg, la ilaha illallah. Er is geen godheid behalve Allah. Eén woord. Als je het zegt, dan kan ik tegenover Allah zeggen, mijn oom heeft het gezegd. Hij heeft gezegd, er is geen godheid behalve Allah. En daarnaast Abu Talib stonden twee mannen die tegen Abu Talib zeggen, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Weet je af van de milla van Abdul Muttalib? Welke milla? De milla van shirk. En dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen zijn oom: Ya am, qul la ilaha illallah. Zeg la ilaha illallah, kalima. Uhajju laka biha indallah. Kan ik, als ik bij Allah ben, tegenover Allah sta, zeggen dat mijn oom la ilaha illallah heeft gezegd? Waarom maakt hij zich druk daarom? Hij wil dat zijn oom naar het paradijs gaat. Dat kan niet hij niet zomaar willen als er geen barmhartigheid in zijn hart zit, op zijn sterfbed. En zo bleef hij met hem totdat hij zei: Ana ala millati Abdul Muttalib. Hij heeft ervoor gekozen om te overleden als mushrik. En dat nam niet weg dat ons profeet kort daarna zei: La astaghfiranna laka ma lam unha an. Ik ga Allah voor jou vragen om jou te vergeven, behalve als Allah me verbiedt dat te doen. Hij heeft dus gezegd, ik ga Allah vragen om jou te vergeven, behalve als Allah me verbiedt. Kort daarna liet Allah subhanahu wa ta'ala verzen openbaren. Ma kana lin-nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله زي tegen zijn boodschapper: het is niet aan de profeet of de gelovigen om vergevenis te vragen voor de moslims, ook al zijn dat hun familieleden. Nadat het helder en duidelijk was voor hun wat de weg is, wat goed is en wat niet goed is. Maar waar ik bij stil wil staan, is het feit dat onze profeet sallallahu alaihi wasallam zijn best deed en van alles heeft gedaan. En het heeft iets met hem gedaan, dat komt allemaal uit bepaalde barmhartigheid. Uit bepaalde liefde. Want hij kon ook zeggen: dat is een ongelovige, hij mag naar de hel van mij. Maar zo was ons profeet sallallahu alaihi wasallam. Ons profeet, met zijn barmhartigheid, was waakzaam om zelfs de ongelovigen de weg te wezen, zijn best te doen, zodat ze gered worden van de hel en dat ze naar het paradijs gaan en het paradijs binnenkomen. Een van de mooiste verhalen die authentiek zijn overgeleverd, waar we duidelijk kunnen zien hoe barmhartig ons profeet sallallahu alaihi wasallam was, is de opening van Mekka. Fath Mekka. Mekka is een stad waarin onze geliefde profeet werd geboren. Zijn hele familie was daar. Het is een stad waarin hij is opgegroeid. Hij heeft zoveel liefde voor Mekka. En die liefde heeft hij ook uitgedrukt. Bij Hijra stond hij aan de rand van Mekka en hij zei: bij Allah, ik weet dat Mekka de meest geliefde plek bij Allah en de meest edele plek bij mij. En als haar volk mij niet hadden verjaagd uit Mekka, dan was ik niet weggegaan. Hij werd verjaagd, letterlijk en figuurlijk. Werd belemmerd, werd van alles gedaan tegen hem. Hij werd van alles beschuldigd. En hij wilde niet weggaan uit Mekka. Kan je nagaan, 53 jaar lang ben je op een stad, leef je daar, je ouders, je familie, het huis van Allah, een omgeving, alles. En je wordt verjaagd uit Mekka. Hij is weggegaan. Hij is weggegaan om de islam, om de da'wa te verkondigen, te openbaren. 7 jaar later, na de verhuizing, komt hij Mekka binnen. En hoe? En op welke manier? Eerst wat een gewone, misschien iemand zou doen, is wraak nemen van die mensen die mij hebben verjaagd. Die mij hebben uitgescholden. Ze waren toen sterk en nu zijn ze zwak. Nu is het mijn kans om wraak te nemen. Heeft hij wraak genomen? Nee, want hij was een barmhartigheid voor de werelden. Niet voor 1 of 2 of een categorie mensen, of alleen kinderen, of alleen vrouwen, maar voor de werelden. En daar vallen dieren onder en alles onder wat er onder werelden valt. Hij kwam met een groot groep. Hij was niet gekomen om oorlog te voeren in Mekka. Absoluut niet. En de bewijzen daarvoor zijn heel duidelijk. Hij was niet gekomen om mensen te doden. Hij was gekomen om de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee hij naar de mensen is gestuurd, te verkondigen. Hier is die barmhartigheid. Dat is de islam. Dat is de grootste symbool van de islam. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij komt binnen. En zelfs die mensen die tegen hem waren. Hij zegt: man dakhala bayta Abu Sufyan fa huwa amin. Wie in het huis van Abu Sufyan komt, is veilig. Wie in zijn huis binnenkomt, is veilig. Wie in de Kaaba binnenkomt, is veilig. Die mensen zeiden tegen hem. Want hij ging gewoon de islam verkondigen op de manier zoals het hoort. En hij stelde een vraag om hen tot een bepaalde gedachte te brengen. Hij zei: wat adunnuna anni fa'ilun bikum? Wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Want nu ben ik met een groot groep mensen binnengekomen, in een hele sterke positie. Wat denken jullie dat ik met jullie ga doen? Wat zeiden zij? Ze zeiden: een ijdel broeder.
en de zoon van een edelbroeder. En hij, sallallahu alaihi wa sallam, was ook een edelbroeder. Hij zei tegen hem, jullie zijn allemaal vrij. Het eerste wat iemand doet die ziek is in zijn hart, als hij in zo'n situatie komt, is wraak nemen. Maar onze geliefde profeet had een gezonde hart. Een hart waar geen afgunst was. Waar geen onrecht was. Een hart die vol was met barmhartigheid. En dat heeft hij duidelijk uitgedrukt in zijn leven. Tegenover iedereen kwam iemand uit Duits, Tofeel. Hij zei, Ud'u Allah ala qawmi. Doe dua tegen mijn volk. Hij zei, Allahumma hdi Duits. O Allah, leid Duits. Kabila Duits. Hij vraagt niet, vernietig Duits of... Nee, die leid ze. En dat komt uit een hart die vol is met barmhartigheid. Allahumma hdi Duits. Ken jullie het verhaal van Abu Huraira radiyallahu anhu? Abu Huraira, zijn moeder was ongelovig. Hij was slecht tegenover hem. Heel slecht. En hij kwam naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en vroeg hem om dua te doen voor zijn moeder. Hij zei, Allahumma hdi umma Abi Huraira. Hij was slecht tegen de profeet. Want elke keer als Abu Huraira ging naar zijn moeder, ging ze heel slecht praten over de profeet Mohammed. Van alles. En toen Abu Huraira de profeet vroeg om dua te doen voor zijn moeder, hij zei, Allahumma hdi umma Abi Huraira. Hij liep naar zijn moeder. En subhanallah, hij klopt, hij komt binnen. Hij was verbaasd door die getuigenis van die moeder. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Hij schrok ervan. En ze droegen een hijab. Want jullie weten dat Abu Huraira een van de laatste metgezellen die moslims waren. Toen was hij. En hij keerde terug, want in eerste instantie kwam hij verdrietig naar de profeet. Want hij wist hoe slecht zij was tegenover de profeet en wat ze allemaal zei over de profeet. De tweede keer kwam hij blij naar de profeet. Met zijn moeder, die moslim is geworden. En hij zei, mijn moeder is bekeerd tot zo uit blijdschap. Ook een stukje barmhartigheid. En weet jullie in Medina, beste broeders en zusters, de moeilijkste tijd die ons profeet heeft meegemaakt in zijn leven, is de tijd dat zijn vrouw werd beschuldigd van ontucht. Aisha radiallahu anha, Siddiqa, de dochter van Siddiq, werd beschuldigd met ontucht door het hoofd van de hypocrieten. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Het hoofd van de hypocrieten die van alles deed. Vanaf het begin dat ons profeet ging emigreren naar Medina, hij deed van alles tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij is ook degene die zei, la in raja'na ila al-Medina, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. En hij heeft van alles gedaan. En kijk, als je iemand geld ten onrecht pakt, dan denk je, oké, geld. Maar als je wordt getast in je eer, is niet makkelijk. Heel moeilijk. En de profeet wist niks daarover. En Aisha radiallahu anha, die onschuldig was, haar onschuld kwam van de hemel. Van Allah subhanahu wa ta'ala, wist niks van het verhaal. Toen, zij kwam dus Medina binnen, dat hele verhaal met Safwan ibn Mu'adh al-Sulami. Hij zag ze binnenkomen, maar dat is het hart van hypocrieten, is heel vies, is ziek. Allah zegt over hypocrieten, fi qulubihim marad. Fazadahum Allahu marada. Hun harten zijn ziek. Ze willen dat het niet goed gaat met jou. Ze willen niet dat jij Allah aanbidt. En ze doen van alles. En ze proberen van ieder klein gat gebruik te maken om het slechte te verspreiden. Verderf te zaaien. Hij zag Aisha komen en Safwan ibn Mu'attal Sulam. Hij zei, Aisha, mra'atu nabiyikum, Safwan ibn Mu'attal Sulami, wallahi ma naja minha wa ma najat minhu. Eén zin. Hij zei, bij Allah, het kan niet zo zijn dat er niets tussen deze twee mensen is gebeurd.
En hij heeft zijn grote woorden gezegd. En het heel Medina was tot onrust. Meer dan een maand. Hij zei, de geleerden zeiden of die de biografie van de profeet hebben geschreven. Dat was de moeilijkste maand van het hele leven van de profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Dat zijn vrouw werd beschuldigd met zina. Aisha. As-Siddiqiya. De dochter van Siddiq. At-Tahira. Al-Mutahara. Al-Mubarra'a. Radiyallahu anha. Wat zou je dan zeggen van deze man? Hoe zou onze profeet omgaan met deze man? Die gedurende de hele tijd in Medina alleen maar bezig met het slechte vertellen over de islam. Het slechte vertellen over de profeet. Het slechte verkondigen. Toen die man overleed, kwam de zoon van Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dat was een metgezel. Hij zei, ja Rasulallah. Ik wil jouw gevaar hebben zodat ik mijn vader daarmee ommantel. De kefen. De profeet pakt zijn gewaad en hij geeft het aan hem. Kun je nagaan dat deze man zo tegen de profeet ging gedragen en deze grote woorden ging gebruiken over de profeet slash lim, en dat hij na het overleden dat hij zijn gewaad geeft aan hem om daarmee ommanteld te worden, om begraven te worden. En nog meer dan dat. Want de zoon van Abdullah ibn Ubay ibn Salul zei tegen de profeet slaat een bid. Janaza, kan je alsjeblieft het gebed voor hem verrichten? Janaza. Voor wie? Een hypocriet. De grootste hypocriet van Medina. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. De profeet stond op om het gebed te verrichten. Dan pakt Omar hem. Ja Rasulullah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Het hoofd van de hypocrieten. Hij zei, da'ni ya Omar. Laat mij, Omar. Hij pakt hem op. Dat is Abdullah ibn Ubay ibn Salul, het hoofd van de hypocrieten. Dat daar niet aan maar. En hij heeft het gebed van de janaza op hem verricht. Kijk maar in Sahih al-Bukhari, het verhaal, bab, kitab al-Janaiz. Daarna kwam het verbod van Allah. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Dan pas kwam het verbod dat je bidt op de hypocrieten. Maar kijk naar die barmhartigheid. Als hij voor zichzelf ging, dan had hij nooit het gebed willen verrichten voor een hypocriet. Dan had hij niet zijn gevaar die hij draagt gegeven aan iemand om omgemanteld daarmee te worden. Een hypocriet, de grootste hypocriet die Medina heeft gekend. En dat komt van een hart die schoon is, waar barmhartigheid in zit. Beste broeders en zusters, de verhalen over de barmhartigheid van onze geliefde profeet zijn veel. Ik heb geprobeerd deze verhalen per se te kiezen. Omdat we behoefte hebben aan barmhartigheid. Maar vooral in het omgaan van deze mensen in onze omgeving. Deze mensen in onze omgeving hebben onze barmhartigheid nodig. Wij moeten ook het goede voor hun willen. Hoeveel mensen zijn moslims geworden door ons? Hoeveel mensen zijn geleid geworden door ons in dit land? Wat we allemaal moeten weten, dat Allah ook voor ons verantwoordelijk stelt tegenover deze mensen. Want wij waren met hun, we hebben met hun geleefd. Hoeveel mensen zijn moslims geworden door ons gedrag? Deze vraag moeten we serieus nemen en aan het werk gaan. Want het is een grote verantwoordelijkheid. Ik zal het hierbij laten. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala mij en jullie alle leden naar het juiste pad. Amin. Alhamdulillah. Allah'a emanet olun.